Vice-president Ashwin Adin vertegenwoordigt president Bouterse op de 40ste reguliere CARICOM-vergadering van staatshoofden en regeringsleiders in Sint Lucia. De meeting is van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 juli en wordt gehouden onder voorzitterschap van premier Alain Chastenet van Sint Lucia. Het is de verwachting dat de regeringsleiders zullen voortbouwen op de verklaring die tijdens de 18e bijeenkomst van de CARICOM Single Market and Economy is goedgekeurd. Verder zal ook worden gesproken over de veiligheid en regionale en buitenlandse betrekkingen van de lidlanden. Suriname coördineert het portfolio van gemeenschapsontwikkeling en culturele samenwerking. President Bouterse heeft opgeroepen om de 2030 Sustainable Development Agenda verder uit te voeren, zodat met name vrouwen en meisjes verder worden versterkt.